En onder Hans van der Haar werd FC Lienden in 2015 toen met zondagclub Lienden algeheel amateurkampioen tegen zaterdagclub Kozakken Boys. Nu mag hij de ploeg uit Lienden proberen te behoeden voor na-competitie en degradatie. Het is de 20e minuut. Er wordt gespeeld op Terspekke en bij Lisse onder de lat Hackerty. Omdat Van der Werf vorige week na een akkefietje bij Smeevals is weggestuurd door het bestuur van Lisse. En dit is Hens op de doellijn. Dat is gezien door scheidsrechter Winkel. En die deelt een strafschop uit aan FC Lienden. En die beloont tussen aanhalingstekens Afkier met een rode kaart. Opzettelijk Hens. Daarmee voorkomt hij een goal in eerste instantie. Want Van der Meerakker benut de penalty. En zet Lienden na 20 minuten voetbal op een 1-0 voorsprong. FC Lienden komt op 0. De topscorer van FC Lienden mag er weer één bijschrijven. Goede start voor Lienden. Dit is Van Ewijk voor Lisse. Geweldige vrije trap op de lat. De rug van doelman Schimmel en daarvan profiteert Valk. En Lisse laat de lat ook even in de gaten houden. Vanaf dus de 1-0 achterstand met 10 man. Komt op gelijke hoogte. Eerder dit seizoen was het een makkie voor Lienden. In Lienden werd het in dat duel 3-0. Onder meer door twee goals van Van der Meirakker. En de vraag is hoe Lienden dit uitspeelt met 11 tegen 10. Is dit buitenspel? Daar lijkt het wel op. Lukili is er vandoor en die maakt 2-1 voor Lienden. Opmerkelijk moment. Winkel laat het lopen, evenals zijn assistent. En Lienden voor de tweede keer op voorsprong. Het lijkt op buitenspel. Laten we het daarop houden. We zien niet de hele breedte van het veld. Maar aangezien er verder geen Lisse-speler meer te vinden is achterin, mag je wel veronderstellen dat deze treffer wordt gemaakt in buitenspelpositie. Hij staat op het scorebord en het levert de ruststand op van 1-2. In de tweede helft Lienden met, zoals gezegd, die man meer vergroot de voorsprong. Javer krijgt de bal zo voor de voeten en passeert Hackerty. Het staat 1-3. Blijft natuurlijk een idiote afdeling als je realiseert dat er maar liefst 4 uit kunnen. 2 gaan er rechtstreeks uit. En deze twee clubs, onder andere deze twee clubs, spelen om weg te blijven van die andere twee plekken die die vervelende na-competitie opleveren. Lisse beseft dat als geen ander en komt ondanks dat ondertal op 2-3 via Adouche. En weer krabbelt de ploeg van de Ruiter op. Schimmel gezien en raakt de bal half en krijgt hem hier alsnog om zijn oren. En zo blijft het spannend, eigenlijk tot op het laatste moment. Daar glijdt er een weg achterin bij Lisse. En dat levert Bendadi een uitgelezen mogelijkheid op 2-4. En dat is de 2-4. En nu eindelijk beslist Lienden dit duel in zijn voordeel. Lienden wint met 4-2 op Terspekke. En is de meest gelukkige van de twee in dit degradatieduel. De eindstanden, zeker de tussenstanden, de half drie wedstrijden.